De klachten worden niet minder, de pijn wordt niet minder. Maar de manier waarop je ermee omgaat, die wordt anders. Ja, eigenlijk kan je pas terugkijken op het moment dat het concreet wordt. En als je dan kijkt naar de termijn, nou ik denk alles bij elkaar toch wel in 15 jaar of zo. Dat je met een hele hoop vage klachten loopt en dat het niet echt te duiden is. En dat varieert van darmklachten tot vage spierklachten en pijntjes. En uiteindelijk kom je dan in het circuit. Dan wordt de ziekte wordt geduid met een naam. En dan ga je terugkijken. Ja, en dan ontdek je dat een hele hoop symptomen en klachten wat je gehad hebt, dat toe te wijzen is aan fibromyalgie. Je merkt natuurlijk dat je op een gegeven moment, met name fysiek, dat je niet meer dat soort dingen kunt die normaliter aan je leeftijd zo koppelen, zeg maar. En dan loop je tegen een aantal beperkingen aan. En dat frustreert, dat is logisch. En dan ontstaat een stuk onderuitse woede. Dat was in mijn situatie het geval. Met name een stuk acceptatie. Je ziet mensen om je heen van dezelfde leeftijdscategorie die wel nog volop sport bedrijven bijvoorbeeld. Of volop activiteiten kunnen en doen. En dat was met name een van mijn grote struikelblokken. Een stuk acceptatie voor mezelf. En naar de buitenwereld ook, want die zien niks aan je. Mijn vrouw gaf altijd het voorbeeld van, had je maar een flinke bult op je kop, dan zag iedereen wat er met je aan de hand was. Of als je een been in het gips hebt, dan weet iedereen dat je niet kunt hardlopen. Alleen in mijn situatie was het eigenlijk niet zichtbaar, maar wel duidelijk voelbaar. En dat frustreert. En onbegrip. Ook bij jezelf, dat je denkt van hey, wat ik vorige week wel nog deed, dat kan deze week niet. Ja, dat vereist een stuk acceptatie natuurlijk. En dat is moeilijk. Koffie! Ik ben er heel onbevlekt, om het zo maar even te zeggen, naartoe gegaan. Je hebt natuurlijk van tevoren wat informatie gekregen, van tevoren ook wat gehoord, ook via degene die me de tip aan de hand had gedaan, wat informatie gekregen. En daar kun je heel slecht iets bij voorstellen van tevoren, want je denkt ook van je hoort dan sociotherapie en psychotherapie, en dan denk je van ja god, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus ik ben er heel onbevangen naartoe gegaan, ik denk op zich dat het ook niet verkeerd is. Ik had voor mezelf natuurlijk wel wat doelstellingen in mijn hoofd. Ik dacht van ja, god, dat wil ik er minimaal uithalen. En ik heb het over me heen laten komen. En er mijn dingen uitgehaald die ik belangrijk vond. En waar ik van voelde dat ik er iets mee kon. En dat heeft het me wel gebracht. Ik zie toch in de groep die we nu, waar we toch een hele hechte band onderling mee gekregen hebben, zie je toch bepaalde karaktereigenschappen. Dat is trouwens ook het hele mooie van het programma. Dat je toch, het is toch een soort van spiegel, dat je toch dingen herkent aan mensen. Dat het over het algemeen toch wel mensen zijn die het zichzelf en de omgeving niet echt makkelijk maken. Mensen die toch redelijk, hoe zeg je dat? Veel eisend zijn. En het zijn geen sloddervossen of mensen die dingen maar op hun beloop laten. Het zijn over het algemeen toch mensen die dingen goed willen doen en die nogmaals hoge eisen aan zichzelf stellen. Of ook aan een medemens of aan een omgeving. En ook in een werksituatie hoor je dat toch graag. Aan de voorwaarden en aan de eisen willen voldoen. Ja, met name een groot onderdeel van het programma is toch een stuk bewustwording. Zelfbewustwording. Dat je toch wat dingen ook van jezelf leert te begrijpen.
En ik heb er toch wel wat handreikingen voor gekregen, zeg maar. En natuurlijk ga je nog iedere dag in de fout. Maar voorheen ging ik onbewust in de fout en nu ga ik bewust in de fout. Dus dat je achteraf toch denkt van, dit had ik anders moeten doen of dit had ik anders moeten aanpakken. Met name een stuk acceptatie, wat ik net ook al zei, dat gaat nog een stuk beter. Ik heb toch wat handreikingen, wat tips aangereikt gekregen om zaken maar of dingen maar te nemen zoals ze zijn. En ook wat vaker je eigen plan te trekken en toch maar niet altijd proberen te voldoen aan de verwachtingen en de eisen wat de omgeving aan je stelt. En dat is zowel in de privésituatie als zeker ook in de werksituatie is dat heel belangrijk. En dat werkt ook wel. Op dit moment voelt het goed. En ik durf toch wel te zeggen dat die 3 maanden in Maastricht daar een stukje aan bijgedragen hebben. En natuurlijk, je krijgt de tools aangereikt en uiteindelijk moet je het zelf doen. Hè? Je moet het toch zelf oppakken. Het is geen kant-en-klare oplossing die je voorgeschoteld krijgt. Ik heb dat bij groepsgenoten wel eens zo gehoord en ervaren. Dat ze echt verwachten van ja, je krijgt hier een draaiboek en vanaf morgen kun je het anders gaan doen. Dat is echt niet zo. Het is ook echt niet zaligmakend. Maar het is voor mij wel een eye-opener geweest. En ik heb eigenlijk achteraf gezegd van iedereen op deze wereld zou de kans moeten krijgen om 3 maanden zo... aan zichzelf te werken zoals ik dat gedaan heb. Want dat is toch wel, ik vind het toch wel een verrijking. Hoe sta ik nu in het leven? Een stuk makkelijker. Meer het moment van nu. Niet meer vooruitkijkend, ook niet meer zoveel terugkijkend. Een beetje het pluk de dag systeem. En dat bevalt best goed. En zoals het nu is het nu. Vandaag schijnt het zonnetje. En morgen zien we wel weer. En natuurlijk kom je niet aan bepaalde dingen vooruit plannen en vooruit proberen te zien. Maar toch op een hele andere manier. En aanvaarden zoals het nu is. En voelen zoals het nu is. En morgen zien we wel weer. Een stuk onbevangener. En ook wat gelukkiger.